Hey, welkom terug bij een nieuwe Vivo Gamers Maat over computers en games. Hey jongens, alles goed? Welkom terug bij een nieuwe Vivo Gamers Maat weer. En vandaag doe ik een mooie video van. En ik heb ze zondag gekocht bij de Boys in Apeldoorn. Pokémon Sapphire. En Pokémon Ruby. Al twee de Japanse versie. Pokémon Ruby en Sapphire voor de Game Advance waren twee spellen van Nintendo, van Game Freak. De twee spellen zijn bekend onder de robijnkleur en natuurlijk de andere kleur, ja, ik weet niet hoe het heet, maar alleen robijn en ja, noem maar op. Hier zie ik al de handleiding van Pokémon Ruby Sapphire. Gewoon de film Jurassic Wismaker. En de Pokémon CT komt op een tamelijke Bulgarina. En een Wynout. Ook zijn Trico, Milk en Torting te zien in het spel. Als de drie starters. En zie je gelijk dat er een Pokémon Center ook in de buurt is in Tokyo. Maar niet bij ons. Het bijzondere aan de spellen zijn vooral de logo's waarop hier gepraat over wordt, of de symbolen van Rishi Ice, Rishi Steel en Rishi Rock. Je ziet hier gelijk al dat dat ook nog te maken heeft met een poolkaart van het Pokémon Center. Pokémon Center kun je in Japan krijgen voor Japan to Advances van Pokémon, van die van Sequin of van Rauden of Georg versie. Maar ook zie je dat de Pokémon ook zijn woordelijke ritme zijn in het spel. Hier zie je gelijk hoe je in Game Pass kaart weer schoonmaakt. Een buffer contactspray. Ik heb er heel veel verstand van. En hier zie je dan alleen van Sapphire. Op zien is hoe het spelschema werkt. Alleen zie je ook de Poké contactdinges. En zie je ook bijvoorbeeld de Brenner meestaan en van Jorgen. Maar ook zie je bijvoorbeeld de andere dingen als bijvoorbeeld de linkkabels en zo. Allereerst zien de kabels niet grijs uit. Een kabel ziet er blauw uit. Want alleen bij Gold Silver en de Green Blue Yellow is de kabel paars of zwart. Hier zijn ze blauw. Je ziet ook gelijk bij de kabels dat het een gladde kleur heeft. Er was zo'n kristal, ook al zo'n kristal. Met Ruby is het anders verschil. Hier is de kabel bijvoorbeeld een andere kleur. Je weet wel, rood. Maar dat laat je ook zien in het filmpje. Want als je hier verder ziet verschijnen, zie je gelijk al dat ook die aan links heeft. Die heb ik allemaal gelezen. Maar voor de rest, voor de Ruby en Sapphire handleiding, zie je ook bijvoorbeeld die bijzondere dingen altijd. Hier open ik de handleiding. En je ziet gelijk al dat hier staat Groudon en de andere Kyogre. De berg zijn verandering en je ziet ook al dat ook een bijzonder smaak is. Daar was al zo'n grond of kristal al zo. En je ziet ook kijk dat dezelfde ding aan WC komt. Gaan alleen precies hetzelfde, alleen heb je die magma en Bopom en Sapphire al ook aan. Het ding wat van het is echt zo. Wat je denkt van ga je dan een Kyogre vangen of ga je dan een Groudon vangen? Dat zijn twee beide verschillen. Hier, als ik even uitleg, eenmaal, is de kabel bijvoorbeeld. Je weet wel. Natuurlijk. Rood. En dat zie je gelijk in het filmpje. Aangezien de spel rood en blauw zijn. Voor één ding, Pom Ruby Sapphire Emerald. Ik wil Ruby Sapphire. Als je allebei wil vangen, dan moet je. Je weet wel, Emerald vangen. De Emerald voor Game Advance. Oh, die heb ik Napalm op kop getikt. We testen Pokémon Ruby en Sapphire op in de Game Boy Advance. Er is ook een vers Game Advance. We hebben ook zitten, het is al vol van de knapboekjes. Even kijken.
Ik heb ze al gespeeld. Ik zag dat er een 7% staat. Ook op een gegeven moment niet 4 pans, maar voor de rest ik vind het wel leuk om ze te verzamelen. Want ze zijn moeilijk te vinden in Nederland. Als je pas in de steek komt. Ze hebben eigenlijk een kemastot, dat klopt. Ja, hij zit iets over tekst over. Ik had het al gelijk zien, de tekst. Hij zegt iets over een. Over een klokbestand dat daar niet goed is. Nou, mijn poep in geen blikker. Ah, we zijn weer in Swoor City. Pokédex verkrijgen. Ik heb een Trico, een Joffal, een Zeptal, een Torchic, een Combuskun, een Blaziken, een Mudkip, een Mastomp. En. Zorg alleen niet om bekende zij is. Karstomp geloof ik, Karstomp ja, och. Poriena, Jeen, Hyena, Zeezegoen, Lidoon, Wurmple. Nee, ik ken inderdaad niet. Butterfly. Nee, dat is de naam van mijn vriendin. Goed ego, iemand. Geen idee. Mastomp. Dus Dogs. Lowtek. Een Lombren. Een Lyodo. Zo'n Bobbos kan ik nog vroeger wel zeggen. Of zo, en nu niet als niet. Het is al 10 jaar geleden dat ik zo'n spel speelde. 10 jaar al. 14 jaar al. Toen heeft dat toen zei. Maar voor de rest, ja. Muskoen. Nee, dat is maar een woord. Geen idee, hè. Zo'n Pokémon's die ik. Ja, die heb ik wel, het LXN. En dit is Kadabra, dit is Nabra. Ja, kun je gek zien. Maar ik heb ook echt zeggen een deeltje staan. Deeltjes. Die kan ik wel weten. Ik zie het deeltjes. Dat geluidje om die nagaan. Echt. Ik heb hem niet gevonden in de Pokédex. Hij is wel gevangen. Jirassi, nou, die is ook niet gevangen. Ik zie het gelijk al, het is al geld. Maar een Corsepo nog. Nog 7. Een deeltjes. Die heb ik er staan. Gengar. Ja. Welke om kan vliegen, is de vraag. Nee, die kan niet vliegen. Ja, ze vliegen. Nee, ook niet. Lastig om die tekstjepans te weten. Ik heb al een woord type gevonden in de Bulbapedia Dex. Op je net. Dus dat je dat gaat lezen, joh, dat is echt een raadsel. Dan gaan we surfen. En gaan nu duiken. Ja? Ga maar, Kyogen. Oh, dat is neemt niks. Ja, ga boven water. Maar echt, hè? Zo eruit ziet. Ah, daar komt Pokémon. Ik koop echt niet meer shiny, hoor. Dan is het geen bedoeltje om. Maar is het denk ik wel cool. Nou, ga je me dat kind. Schrijf al. Echt. Iedereen moet wel letten voor de beurs. Japanse Fire en Leafkeen. Ik heb wel een Europees Fire. Maar nu nog een Europese Leafkeen. Dus echt verzamelen is echt zo'n hobby waar je echt moet beginnen. Als je zelf een verzamelhobby hebt, dan is dat gewoon uit de hand gelopen, noem maar. Ik heb een verzamelhobby die uit de hand loopt. Dus ja, Tentacool, man. Ik wil graag terug naar. Ach, van Pokémon, joh! Oh, Pilipper.
dacht dat het een shiny pillie was. Amon. We zijn er. Dag of 7. Voor de rest, Ponruve Senpai zijn wel goede spelletjes. Moet je even op tikken, als je pas tegenkomt. Ik ga ze ook op eBay aanschaffen hoor. Dat is ook zo'n geval niet. Maar ja, voor de rest, doen we nu Pokémon Ruby. Hoe? Nou, vallen. Nou, gelukkig is dat we dood tegen hebben. Ofwel, Pokémon Ruby gaan we testen. Is het op te noemen, het is gewoon een. Een zelf hobby. Ja, Ruby Sapphire hebben even zusje nu. Omdat mijn zusje graag speelde spelen. Want ze heeft toch ook wel Ruby Sapphire gespeeld. In de periode dat ik ze had. Dus we gaan de tijd in. Ja. Ah, we zijn in rust. We zijn in. Oh ja, die stad ken ik helaas niet. Maar alleen. We hebben ons papier gevangen. Nou, ook al resources. Man, startstation. Ik zou zeggen, hoe kom je aan die startstation als je dan die komt? Ruilen of zo? Ruilen noem op. Ik denk dat misschien. Ik denk dat de kill op een paar goede talkteams heeft. Maar ik denk ook maar wel. Mijn favoriete Pokémon! Gretel! Nawal! Met die grote bek! Mijn favoriete Pokémon is te vinden. Ja, allemaal toevallig. In Emerald kun je ook zijn tegenkomen bij de League. Voor jammer, want dan had ik graag maar we kunnen trainen. Dat we een echte maatje zou hebben op Pokémon. Echt een maatje. Echt, hè? Voor de rest gaan we 7. En voor de rest heb je het inboxpuntje wel gekeken, zij is YouTube. En mensen, raad niet. Boom, Ruby Sapphire. Ik sta altijd compleet. Nu nog, de Japanse vaart in de lift hier, oké? Als het tegenkomt, hè, in de beurs. Maar hoop wel op. Beurs volgend jaar misschien. Oké? Dag mensen. En tot de volgende keer. Allee. Dit was de interview van Gamers Maarten. Hebben we gekeken, subscribe op YouTube. En ga naar Facebook.nl en like. Tot dan.